In onze vorige uitzending, hoe heette de Beatrixstraat tijdens de Tweede Wereldoorlog? Speelveldlaan. De Duitse bezetters vonden dat nodig om die naam te gaan gebruiken, 4045. De juiste inzending was familie van Doorn. Ze winnen hiermee 2 toegangskaarten voor het NAC-museum en 2 toegangskaarten voor NAC thuis. Even niet kijken. Even een appje binnen. Afdeling PES. Matthias Verwetten van NAC. NAC gaat niet naar het buitenland trainingskamp, maar wederom voor de 2e maal naar Boshoofd. Nou, daar is trouwens helemaal niets mis mee. Dit is Studio NAC. Vorige week trouwens, die samenvatting van VVV was dat, hè? Maar dit was... Helmond Sport. Helmond Sport, ja, die samenvatting, die duurde welke tot 80 seconden, hè? Ja, 80? En dan 30 seconden daarvan was, zeg maar, ook opkomst. En dat ze verslagen op het veld zaten van... 80 seconden? Ze hebben er gewoon 50 seconden hebben ze eruit dus kunnen destilleren, een beetje. Ja, iets wat op voetbal leek. Het is wel typerend voor die wedstrijd, ja. 0-0. Verschrikkelijk. Ja. Ik hoop dat we er gauw vanaf zijn. Maar er komen wel mooie wedstrijden aan, hè? FC Emmen, FC Eindhoven. FC Emmen, vorig jaar maandagavond. Ik hoop dat nou weer. Nee, dat was speelde na de periode, man. Ja. Ja. Elke keer als we een prijs kunnen winnen, moeten we voorlopig maar gewoon niet voor de periode gaan. Dan gaat het altijd mis. Ja, inderdaad. Zullen we die gasten gewoon... Zullen ze gewoon staan verbieden om op de ranglijst te kijken? Of zo. Misschien dat alweer. Precies. Ik bedoel, het lijkt soms dat ze willen ontsnappen aan de periodetitel in plaats van dat ze nu willen. Ja, gewoon teletextpagina 829 en 830 gewoon even blokkeren gewoon in het stadion. Ja, dat is je kans. Geen slecht idee. Nee, maar de winterstop komt misschien dan wel net op tijd, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ik denk dat we nu al een beetje klaar mee zijn. We staan nu 8e, we hebben weer van de 11e naar de 8e gespeeld. Dat staat ook wel heel dichtbij natuurlijk. Ja, wil ik zeggen, dat zijn wel die... We hebben 28 punten, nummer 1 heeft 35, we staan 7 puntjes achter. Ja, het is nog allemaal te overzien, hè. Het is een gekke competitie, de koplopers die verliezen en die spelen gelijk. Spelen we punten, iedereen struikelt over elkaar. Het niveauverschil tussen de eerste en de laatste is gewoon nog niet groot, joh. Nee. Het kan alle kanten op. Klopt. Ja, de bal is rond 11 tegen 11, om maar een cliché erin te gooien. Maar ik denk dat het voor de Jupiler League zeker geldt. Ja. Hey, maar die wedstrijd tegen Cambuur bijvoorbeeld was wel natuurlijk wel... We zijn een hoop geblesseerd. Ik krijg toch wel veel jeugdspelers naar de kans, hè? Ja, precies. Dan hoop ik wel dat ze hem grijpen. En dan werd bijvoorbeeld Sprangers, hij staat hier ook in het veld. Ja, hij is onder 19, hè? Ja. Hij miste een grote kans en dat werd enorm uitvergroot door die piepo's van Fox. Ja. Nou, als hij zo doorgaat, wordt hij nooit een international, of blijft hij nooit een international van Haiti. Ja, je moet op een rijtje zitten wat kansen Dessers allemaal mist. Ja, precies. Kijk, dat is ook wel. Hè. Ik las trouwens wat Belgische media wat die over hem schrijven, maar die zijn er echt vol lof over. Die zeggen dat dit. Klopt. Niet dat ik negatief wil zijn over Dessers, maar ik denk. Dessers is heel hoog licht daarin. Dessers is de meest productieve Belg in het buitenland, hè? Nou, zo bedoel je. Ja, die hebben de meeste doelpunten gemaakt. Dit zijn de promoties van NAC in het verleden. NAC promoveerde 4 keer vanuit de Eerste Divisie naar de Eredivisie. Seizoen 1965-1966. Seizoen 1983-1984. Seizoen 1992-1993. Seizoen 1999-2000. Het seizoen 1964-65 was voor NAC een desastreus jaar. Ik mocht er helaas zelf ook van deel uitmaken. Een aantal jongere spelers kwamen naar voren, maar hadden nog niet de kracht om Eredivisie te spelen. Een aantal oudere spelers helaas lieten het afweten, dus we degradeerden. Vervolgens het seizoen 1965-66 was promotie. Dus vanaf 1966 NAC weer in de Eredivisie. En dat hebben we vrij lang volgehouden. Tot het seizoen 2-83, toen we weer degradeerden. Alleen de bedoeling was om weer terug te komen, John, zo snel mogelijk. Ja, alles werd op alles gezet om NAC weer in 1 jaar terug te laten keren naar de Eredivisie. 83-84 werd wat dat betreft een prachtig seizoen. Het kwam wel aan op de allerlaatste wedstrijd. NAC moest winnen. Nou, er rolde een 10-1 overwinning uit tegen Veendam. De keeper van Veendam die zei vooraf nog met een lach eigenlijk, we kunnen Cambuur eventueel helpen aan de laatste periodetitel. Dat werd het niet. Cambuur kwam wel voor met 0-1, maar NAC stoomde er overheen met 10-1. En werd dus winnaar van de 4e periode en plaatste zich daarmee voor de na-competitie. Die na-competitie was wat dat betreft heel nieuw, voor NAC ook. Was nog niet zo heel lang daarvoor ingevoerd.
Men speelde met vier ploegen in die na-competitie en NAC redde het om die na-competitie winnend af te sluiten. In eigenlijk de allesbeslissende wedstrijd tegen VVV werden de Limburgers met 5-0 naar huis gestuurd. En ontstond er een enorm groot feest in de binnenstad van Breda uiteraard. Ja, helaas het jaar erop degradeerden we weer, helaas. En tot het seizoen 2-93 speelde NAC Eerste Divisie. Vervolgens in het seizoen 2-93 had men weer een uitstekend elftal. Een aantal jongere spelers braken door. Ton Lokhoff, Lammers, Peter Remy van de Dungen, noem maar op, Karelsen. Dus men had een hele hechte groep. En in dat seizoen 92-93 in Den Bosch, de laatste wedstrijd, promoveerde men. Ja, inderdaad. Een grote geel-zwarte sliert uit Den Bosch naar Breda. En dat was iets om mee te maken, iets fantastisch. Dat zijn ook dingen die je nooit zult vergeten. Daarna speelde NAC fantastische jaren in de Eredivisie. De beginjaren 90 waren echt enorm goed. Met onder andere een Pierre van Hooydonk die regelmatig uitblonk op het veld. In 96 verhuisden we naar het huidige stadion. En daarna ging het stiekem toch een beetje bergafwaarts. En helaas degradeerde NAC wederom in het jaar 99. En moesten ze weer zorgen voor een promotie. Zo snel mogelijk. Wederom werd alles op alles gezet. 99-2000 lukte het NAC dan ook om weer te promoveren naar de Eredivisie. En hoe? Met een heus kampioenschap. NAC was eigenlijk nog nooit gepromoveerd door kampioen te worden. NAC werd deze keer kampioen van de destijds Toto Divisie. Een vreselijke naam natuurlijk, maar goed. De Eerste Divisie. En door dat kampioenschap ontstond er weer een enorm feest in Breda waar we nog wel eens aan terugdenken. En een feest waar we eigenlijk een beetje naar hunkeren. En we hopen dat in 2017 we hier meer mogen staan met een bord wat vernieuwd is in ons NAC Museum. Ja, beter kunnen we eigenlijk deze uitzending niet afsluiten. Promotie in dit seizoen voor NAC weer. Ja. Ik heb bij Gianluca Nijholt. Naast de voetbal.
naast de vloer. Nee, ik ben wel heel erg geïnteresseerd in trainen, trainspelers, wat ik ook wil gaan volgen. En buiten dat, ik weet niet hoe dat is gegeven voor dit, maar ik ben wel, ik zou een keer de ring in willen volgen. Nou, ik zie volgens de box is, maar dat trekt me wel. En dan gewoon wel in. Ja, dat is echt ook niet verhaal, dat ik echt wel de boarding. Ik zit bij NAC op vrijdagavond al voor een heel weekend weg, de oude hoeren, zeg maar. Ja. Dat was wel weer gezellig gisteren. Ja. We hebben weer leuk gehad. Moet er onder zoveel tijd, er zijn natuurlijk wel minder mensen geweest, er zijn mensen die thuis zijn gebleven. Ik vind het dan eigenlijk stiekem toch wel weer leuk om te kunnen zeggen van jongens, die hebben toch mooi geweest, hè? Ja, ja. Dit is gewoon... Nee, wij kunnen nu ook volgen, hè? Precies. Dat geeft gewoon aan, je moet er altijd gewoon zijn. Ja, het is when you least expect it, you're elected. Nee, dat is... dat klopt helemaal. Nee, je moet er juist bij zijn, dan zul je die ooit kent in de pap vinden. Ja. Ja, dat is meestal, hè, de wedstrijden waar de minste mensen komen, zeg maar. Dat kan af en toe heel... Nee, dat is ook een soort ongeschreven NAC-wet, weet je wel. Hè? Als het moet gebeuren, of het gaat nou gebeuren, dan gebeurt het niet. Ja. Net als gisteren, niemand rekende er nog op, want met de radverkoop ook. Vroeger mensen, wat denk je ervan vanavond? Ja, gewoon om mijn kut heen. Ja. Gingen ze dan en vervolgens zie je wat er gebeurt. Ja, maar toch weer op periodiek beloond. Lekker man, het was wel even lekker, want ik vond dat het gisteren behoorlijk in de buurt kwam van avondje NAC. Ja. Er zat ook wel echt het spirit in de aanhang. Dat gewoon iedereen wilde er vol voor gaan. Zou de eertribune ook wel lekker tekeer gaan op rare beslissingen van de scheidsrechter. Ja, mooi om te zien inderdaad. Dan denk ik van ja, mooi. Dat vlammetje is nog steeds aanwezig. De interactie tussen de bierside en vak K. Ja, dat ging lekker vlekloos. Heerlijk. Ja, dat was goed. Bierratjes nog wel een keer uitleggen. Ja, ik zat ook te kijken, maar die van mij die ging ik wel amper open krijgen. Maar die is helemaal... papier-maché. Die is er al buiten zijn tijd komen. Ja, het zijn wel mooitjes, hè. Hey, 20 jaar oud, hè. 20 jaar oud, dat gaat alweer. Ja, 20 jaar, ja, we gaan al eventjes mee. Hè, voelde jij ook al zo oud eigenlijk dan, of niet? Nou ja, ik ben maar 15 jaar ouder dan deze. Hoe lang is hij eigenlijk al bij de Rad? Nou, sinds 2004 geloof ik. Ik zat er natuurlijk niet vanaf het begin bij, want toen was ik nog maar 15 volgens mij toen ze de eerste boekjes begonnen te drukken. Toen hadden we een beetje katkwaad uit allemaal. Ja, dat is wel. Nee, ik ben of 10 of zo nou, hè, dus ga snel. Ja joh, ga nog lang door denk ik. Nee, zag er goed uit de nieuwe site, zag ik vandaag. Ja, het was weer de versie van 1996. Een paal, spaar ze allemaal. Ja, de oude bakkeliet servers die werken nog steeds heel goed. Dan even zo wat even de kolen op het vuur, hè? Dan loopt hij wel weer. Even bijstomen. Nou, ja, ik toets www.rad.nl en ik hoor mijn telefoon inbelverbinding maken. Prr, piep, piep, prr, piep. En daar komt hij. Hey, het is best wel koud, hè? Zullen we onze kantine op gaan zoeken? Ja, dat is goed. Is goed. Zal ik plannen en een biertje erbij? Lekker man. Mooi. Een biertje halen. Doe nou. Oké. Okay. Heerlijk. Lekker hoor. Van de Vaar horende bij deze uitzending. John? Ja, deze uitzending ging over de 4 promoties. Zoals u heeft gezien, wij zijn op zoek naar de namen van de trainers toen NAC promoveerde. Dus we zijn op zoek naar 4 trainers.
tijdens de promotie van NAC. U kunt uw inzendingen sturen voor 23 december naar desportkantine@hotmail.com. Veel succes. En wat staat daar tegenover? Wat kunnen de mensen winnen? Zij kunnen winnen 2 toegangskaarten voor het NAC-museum te bezoeken en 2 toegangskaarten voor een thuiswedstrijd van onze trots. Wij wensen u succes. Na de hervatting duidelijk dat Nederland in de tweede helft een andere tactiek zou volgen. Er kwam meer vaart in. Zoveel zelfs dat de Albanezen in de tweede minuut Klaas Nuninga in de mangel namen om een doelpunt te voorkomen. Maar dat ging ten koste van een penalty die door Daan Schrijvers benut werd. Klaas Schrijvers, ooit begonnen in betaalde voetbal bij NAC. Jullie hadden echt ooit een mooi elftal. Peter van der Merwe, Kees Rijvers. Klopt. Ja. Leo Kanjels. Kanjel. Lars Roms. Theo. Toch nog geen tank, hè? Peter van der Merwe. Ja, maar toch niet Theo de tank nog? Nee. In die periode was Theo nog geen tank. Goed elftal wel, hè? Toch wel. Ja, Theo is tank geworden toen hij eerst naar Sparta ging. En van Sparta is hij dus naar Feyenoord gegaan. Dan is het toch op een gegeven moment een opmerkelijke transfer. Staat er in de krant. Daan Schrijvers verkast van NAC naar door Wilskracht Sterk, oftewel DWS in Amsterdam. Ja. Nou, dat is een vrij kort verhaal. Want als ik het niet gedaan had, dan was NAC failliet gegaan. Dat was dus de boodschap die ik kreeg van toen de tijd de secretaris van NAC, de heer Spekenbrink. En als ik niet aan die transfer mee zou werken, dan zou NAC failliet gaan. Dat heeft je toch wel goed gezegd, want dat was wel leuk. Want je ging naar mijn idool toe, die speelde Henk Weerdy. En nog steeds goed contact met Henk. Nee, maar Henk was nog niet bij DWS. Nee, maar die is later toch wel bij DWS. Nou, later is hij er wel bij gekomen, ja. Maar ik ging dus in 63 naar DWS. Van de eerste divisie? Van de eerste divisie waren ze gepromoveerd. Ja. En dat is naar de rand, is dat nog nooit gebeurd. En dat zal ook nooit meer gebeuren in Nederland. Promoveren naar de eredivisie en gelijk kampioen worden van de eredivisie. 1964. 1964, seizoen 63, ja, 64, ja. Werden we gelijk Nederlands kampioen. Ook een mooi elftal. Jan Jongbloed, Jopie Burgers, Rienus Israël. Toen nog geen ijzeren Rienus. Joop de Jong, André Peilman, Jopie Burgers, Josje Vonhoff, Dikkie Hollander. Hupulens, Dik Hollander. Henk Weeri. Frans Geurtsen. Frans Geurtsen. Dat was inderdaad toen de tijd. Was een, Moshi Temming, bedoelde erbij. Ja, geen uitgesproken ster, maar wel een hechte groep. Maar jullie gaan wel de Europa Cup spelen. Het huidige is het allemaal. Een Kammertje, Fenerbahce. Nou, jullie speelden tegen Fenerbahce. Wij speelden tegen Fenerbahce, ja. En wij hadden hier in Breda, of in Amsterdam, hadden we met 1-0 gewonnen. Dacht ik, niet vergis. Niet zo goed ben ik daar niet in hoor. Maar met een beetje trammeland met de Turkse gemeenschap en de Hollandse gemeenschap. En wij gingen naar Fenerbahce. Nou, dat. Nou, praat ik over 4,65. Ja. Dat het toen al, 2 uur voor de wedstrijd. 2 uur voor de wedstrijd. Het hele stadion hartstikke vol. Ja. En een geluid dat hij kon fabriceren, dat was angstaanjagend. Tot het moment dat wij daar 1-0 maakten. En ze zagen dat we dus normaal konden voetballen en dergelijke. En toen werden ze een beetje stil. Toch altijd mooi spelen tegen die blauw-zwarte strepen, witte broek, zoals de trouwens hoort, vind ik. Ja, maar goed, dan komt er een transfer. En ja, die is bij ons thuis een beetje een verbazing. Nou ja, ik was wat jonger natuurlijk. Dan kies je voor PSV, terwijl eigenlijk Guus Broks bij ons thuis doorliet schemeren van we willen Daan Schrijvers graag naar de Kuip halen. Ja, dat klopt. Niet gebeurd. Nee, dat is een verhaaltje. Ik had in die periode dat we dus met PSV of met DWS tegen PSV speelden, heb ik dus in contact gehad met toen de tijd Frans Otten, dat was de grote directeur van Philips, maar ook een fervent supporter van PSV. En daar had ik in principe een akkoord mee dat ik naar PSV zou gaan. Ik heb daar met PSV gesproken. Ik kreeg daar de toezegging dat ik in een mooi huis ga wonen in Son. En dat was voor mijn vrouw toen de tijd, want ik was inmiddels al getrouwd, hè, was dat ook een pluspunt, dat we dus naar PSV zouden gaan. Totdat Guus Broks dus belde of ik even langs wou komen voor een gesprek om eventueel naar Feyenoord te gaan. Ik was met PSV financieel, ik woning, dergelijk, ik had een mooi contract. En ik ging naar Feyenoord en toen moest ik in principe maar blij zijn.
dat ik door Feyenoord gevraagd werd, dat er dus interesse voor was. Ik kreeg punt 2 minder salaris en ik kreeg een flatje. Nou, dat woog allemaal niet op tegen het feit wat ik bij PSV... Toch wel mijn eigen land, hè? Bovendien, ja, PSV toch. Ik ben een Brabander en dat was ook een Brabantse club. Dus de keuze was op dat moment voor mij niet zo moeilijk. Als het zo had geweest dat je de Feyenoord had gegaan, had Rinus niet bij Feyenoord gespeeld trouwens. Dan had Rinus nooit bij Feyenoord gespeeld. Dan moeten we gewoon eerlijker zijn, want ik ken wat toe. Ja. Tijdens jouw carrière word je ook geselecteerd van Nederlands elftal. En een van mijn memorabele momenten, 17 april 1967, Nederland-België 3-1. Ja. Nou, in elftal had je toen nog met Edi PG. Ja. Wil Pijs. Ja, wie er allemaal Korveld toen, ja. Wat opvallend toen was, daar kom ik er ook altijd op. Twee linksbuiters, Moulay en Keizer. Ja. Moet je tegenwoordig niet aankomen? Ja, nee, dat kan tegenwoordig niet meer. Maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat er in die periode, ging er dus net een situatie naar voren komen dat er 4-4-2, 4-2-4 of 4-4-2, weet ik wat. Maar voorheen was het 1, ja. Stopperspel. Stop, ja. Rechtsback en linksback. Geweldig. Twee middenvelders en 5 man in de voorhoede. Ja. Je had een linksbuiten, een linksbinnen, een middenvoor, een rechtsbinnen en een rechtsbuiten. Dat is toen de tijd van 4-2-4, trokken ze al een speler terug vanuit die voorste linie. Iets verder door, nog iets langer daar de hand, ging er weer eentje weg. En toen ging iedereen door de 4-3-3 spelen. Dus altijd terug. En toen is het een spelletje geworden van doelpunten voorkomen in plek van doelpunten maken. Ja. Goedemiddag, jongeman. Evaristo. Sparakalo. Sparakalo, Peer. Dankjewel. Ik weet hoe je er... Gezondheid. Toch goede gezondheid. Dat wens ik sowieso uit. Nee, ik troost op die van jou. Ja. Nou, dan op beide dan. Maar het is wel van. Mag ik ook met mezelf troosten? Want ja, in principe is die van jou zo goed. Okay. Die van mij is niet zo goed. Nee, maar dan daar gaan we voor. Het is wel opvallend voor de mensen thuis. Ik heb een... Maar naast me zitten, Nederlands kampioen, Europa Cup gespeeld, bekerwinst, international. Kunnen weinig mensen zeggen. Dat zijn je ook in je carrière? Jazeker, over mijn carrière ben ik ook tevreden. Ik heb natuurlijk een beetje pech gehad dat ik en mijn arm en mijn been heb gebroken. Maar ik heb in principe, ik heb alles meegemaakt. Nou, ik heb het interview kunnen doen. Een van de beste verdedigers die Nederland heeft tevoren gebracht. Links, rechtsbenig, robuust, toch stoer. Soms eigenwijs, maar kon uitstekend voetballen. Ik heb een beetje aardig voor. Redelijk, ja. Ja, nou, dan mag het er toch wel bij. Dat is een van de betere verdedigers. Dat ga je goed. Nou zeg, ik kan er wel aan te nemen. Dan gaan we in ieder geval de uitsmijter doen. Je hebt kunnen kijken naar een uitzending van Studio NAC. Trouwens, ik wens iedereen voor u en de uwen fijne feestdagen. En ik zou zeggen, op naar de volgende Studio NAC.